Goedemorgen, dames en heren. Ja, ik ben een beetje boos. Gisteravond kwamen er twee mensen van de huurvereniging. Of huurcorporatie. En ik liet ze netjes binnen. Het gaat over een stellage die moet gebouwd worden. Of ik dan eventjes mijn barbecue weg wil halen. Dat wil ik wel doen, maar ik zeg tegen die mensen, ik begon van... Ik ben de hele week weg en ik haal adem om wat te zeggen. En dan begint het andere, een van die mensen, een vrouw, meteen van... Nou, als u ons niet toelaat, gaan we meteen naar de rechter. Gaan we naar de rechter. Ik zeg, mevrouw, laat toch eens een keertje iemand uitpraten. Nee, als u ons niet toelaat, dan gaan we meteen naar de rechter. Ik zeg, nou, dan moet je vooral doen dan. Doei. Nou, dan staat u binnen 2 dagen voor de rechter. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar als ik er niet mee akkoord ga, ga ik in hoger beroep. Ik zeg, en dan ga ik weer in hoger beroep. En dan ga ik weer in hoger beroep. Ondertussen zijn we dan 3 jaar verder. Ik zeg, wat wil u nou? Ik zeg, als ik bel, ik zeg, dan komen jullie niet. Want dan is het druk. Ik zeg, nou, ik ben er helemaal klaar mee. Dus dat was mij gisteravond dat ik even toen ik thuis kwam van Tsjetsjenië. Maar ja, in ieder geval, wat ga ik doen vandaag? Ik ga lekker trainen. Ik ga heerlijk trainen. Ik kijk mijn frustraties eruit te tillen van het, het was een vrij forse dame, laat ik het zo zeggen. Ze kon niet normaal door de keuken heen. Maar ja, wat heb ik als ontbijt, als sponsor? Ik heb een gekookt ei. Ik heb een gekookt ei en ik heb een bak met kwark. Griekse kwark. Met kaneel en havervlokken. En dat was Punky die even door bij Altijn ging. Want die schijnt kwark ook lekker te vinden. Dag Punk. Dus... Nou, ik ga even eten, want ik ben al laat en ik doe dan al het gezeur, want ik heb die partijon ook alweer gebeld. Ik word daar helemaal schijnziek van. Een goedemiddag. Ik ben weer terug van iets van weg geweest, maar van trainen. Ik heb weer alles gedaan en ik ben... beetje gepoest. Die jongens van dinsdag, waar ik vanaf de volgende week dinsdag mee zou trainen. Een van die jongens die zei ik, nou je ligt nou toch op die mat, kom op. Dan gaan we even door. Dus ik heb nou ongeveer iets van 200 buikspieren gedaan. En ik zal morgen nog wel spierpijn hebben. Misschien krijg ik er spierpijn in of niet. Maar ik voel ze wel samentrekken. Dus ik heb zoiets van, jongens, ik heb het gehad voor vandaag. Ik ga nog wel eventjes fietsen als het droog blijft. Maar dat was het. Ik hoop dat u gisteren de kledingsbeurs van de kledingsbank hebt gezien. Ja, Martijn, kledingsbank. Dus, maar nee, ik... Ik zal ook kijken of ik u mee kan nemen, maar ik heb er een hard hoofd in, want er staat weer een behoorlijke partij harde wind en ik moet nog een aantal telefoontjes leggen. Dus ik wens u, ik zie u vanavond bij het einde. Een goedenavond, we zijn weer aangekomen blijven. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond groenteballetjes met Chinese. Spersieboontjes met Chinese boontjes. Nou ja, dat zijn spersieboontjes. Dus. En noedels. wat hebben wij nodig? Wij hebben nodig noedels. Spersieboontjes gebroken. Heb ik alvast gedaan. Groenteballetjes. Ketchup manis. En we hebben...
coconut oil nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Dat is het enige. De coconut olie om de groenteballetjes en de Chinese, of tenminste de spersieboontjes in de te bakken. De roerbakken. Ik doe er zelf nog een knoflookje bij. Ik heb het er ook in het recept bij gezet. 1 teentje knoflook. Mag meer. Maar 1 teentje is altijd goed. Het is gezond. En het is vol met vitamintjes. Dus. Nou. Ik zie u zo meteen weer aan tafel. Ik ga even koken. Het is vandaag een saai filmpje vergeleken bij gisteren, maar het kan niet altijd het feest wezen. Dus. Zo. Een goede avond. We zitten op tafel. Even de dag doornemen. Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb getraind. Ik heb met een van die jongens. Die al veel verder zijn, die vanaf hun 16e jaar al trainen. Even buikspieroefeningen gedaan. Mijn god. En ook even plinket. Dat op een gegeven moment begin je te trillen. Als een idioot. Ik heb vanmiddag nog even 10 kilometer gefietst. En u raadt het al, ik was net binnen. En toen kwam er weer van die bakken naar beneden. Dus ja, ze hadden me mis. Ik moest wel lachen om een personal trainer. Ik stond met iemand te praten van mijn leeftijd. En we kwamen erachter dat iemand eigenlijk hier op de hoek woont. En een kan en oud gezien had. Dus we stonden vandaag te praten. En toen begon hij over oorlogsverhalen. Ik zei, wat bedoel je nou? Hij zei, nou, jij moet gewicht... verliezen en hij moet gewicht aankomen. En dan zullen jullie wel over hebben over hoe jullie aan het trainen zijn. Ik zei, nou, we hebben toevallig over de buurt. Maar ja, ik ging me omkleden en door die baarspieroefening moest ik ontzettend nodig naar de wc. Gelukkig hebben ze daar een wc. Maar dus ik ging me omkleden en die man die ging zich ook omkleden en dan gingen we weer. Dus toen begon hij weer over die oorlogsverhalen. En toen hebben we wel zo zitten lachen, man. Ik zeg, ik heb de oorlog niet meegemaakt en hij ook niet. Ik zeg dus, hou er nou over op. Hij zegt, nee, maar dat is toch hartstikke leuk. Ik zeg, ja, het is ook hier een gezellig sfeertje, maar ik moest erom lachen, oorlogsverhalen. Maar ja. Ik heb nog een beetje spierpijn in mijn buikspier. Ik heb meer dan een kwartier buikspieroefeningen gedaan. En buikspieroefeningen die ik nog nooit gedaan heb. Dus, en dinsdag mag ik gewoon mee. Want hij zegt, je bent geslaagd. Ik moest lang hoor. Maar ja, in ieder geval, wat eten we vanavond? Nou, ik eet spersiebonen met noedels. En nou een keertje geen noedels van de... van deze, maar gewoon noedels, eiernoedels. En ik heb daar groenteballetjes bij gedaan en spersiebonen. Er zitten 200 gram spersiebonen in. Er zijn heel veel eiwitten wat ik nou opeet, maar het is alleen maar goed voor mijn spierenontwikkeling. En stond er, ik heb, je weet het, als je geen gewicht hebt, hoef je geen eiwitten te eten. Nou, ik ben echt wel bezig met gewichten, maar nog niet met halters en met dumbbells en andere dingen. Maar wel met mijn biceps en mijn triceps en met mijn borst. Dat moet, daar zit ook nog een beetje vet. Dus dat moet allemaal weg. Dus, maar die eiwitten die gebruik ik, zoals 's middags die hot heet in je pens, die gebruik ik om te herstellen. Dus, nou,
Wat ga ik vanavond kijken? Ik weet het niet. Van komt weer een James Bond film. Maar als er wat anders komt, dan ga ik dat kijken. Ik ga niet naar De Wereld Draait Door kijken. Ik heb gisteren even een stukje gekeken. En die Short Kelder. Nou, sorry. Maar die hebben ook het buskruid uitgevonden. Maar ook de eerste ontploffing meegemaakt, hoor. Nou ja, wat een verstand. Dus het enige waar je al goed over kan praten is over geld. En met zijn korte broekjes en zijn bretels. En zijn kleine pingie. Dus. Nou, het kwam zo uit dat ik het filmpje in elkaar moest zetten. En toen naar Tjartje, dan had ik gewoon de televisie aangezet. Voor mijn vriendin. Punky. Dan heb ze ook nog wat. Dus. Trouwens, ik heb een oproep voor iedereen die kijkt. Als jullie een klein katje weten, dan hou ik mijn oude vallen. Ik voor een speelkameraadje voor Punk. Want dat is nou de schoonste slaapste in de laatste tijd. Dus, dan kan ze die misschien opvoeden. Nou, ik wens u allemaal een prettige avond en tot morgen.